video. Dit is de situatie. Allemaal kleding. En dit ben ik. Mijn haar is na één dag vet. Ik heb het gisteren voor het laatst gewassen. Ik heb overal plekken. Het is een beetje veel. Ik weet dat juist het filmen van een verhuizing super leuk is om te kijken en hoe het allemaal gaat. Maar iedere keer weer kan ik het niet opbrengen om op bepaalde momenten de camera aan te doen. En ik baal daar zo erg van. Ik vind dat zo erg dat ik, omdat ik het zo graag wil filmen, maar heel vaak lukt het me niet. Het is gewoon even een beetje chaos. Ik merk gewoon, en het is niet alleen de verhuizing, ik merk gewoon dat het... Het is allemaal een beetje veel. Ik merk het aan mijn huid, ik merk het aan mijn nagels, ik merk het aan mijn haar, ik merk het aan mezelf. Ik ben gewoon een beetje in de war. Het is natuurlijk ook niet niks, dat heb jij me ook al gezegd in de comments hieronder. Char, verhuizen is niet niks. Dat is het zeker niet. Zoals vandaag had ik de ruimte om van alles in mijn auto in te laden en een keertje naar het huis te rijden. Ik kan het gewoon niet opbrengen. Maar ik wil wel tegen je zeggen, ik heb het dus ook niet gedaan. Ik loop er al de hele dag zo bij. Ik ga nu douchen en ik had allerlei ideeën. Ik wilde naar de car wash. Ik wilde mijn auto even goed schoonmaken. Ik wilde wat spulletjes overbrengen. Het is namelijk hartstikke lekker weer buiten. Eindstand heb ik echt voor een heel groot gedeelte hier gelegen op het bed. En ondertussen ben ik met de was bezig. En denk ik echt, ja. Maar ja, dat is wel hoe het is. Dat is het echte leven. En dat is natuurlijk wel wat ik film. Het is gewoon, ik weet het gewoon allemaal even niet zo heel erg goed. Ja. Ik heb Noah op bed gelegd. En ondertussen ben ik nu in Horen. En Melinda die komt er nu aan. En wij gaan, zij gaat me even helpen met wat spullen tillen. Ik ga de matjes ophalen bij mijn vader. En dan brengen we die naar het nieuwe huis. Ik ben hier met Melin. En ik heb mijn edelstenen meegenomen. Kijk, dit is degene die ik had gehaald in België. Maar die heb je al in de vakantievlog gezien. En trouwens, nee, die had ik niet in de vlog laten zien. Dus bij deze zie je hem nu. Ik heb wat schilderijen meegenomen. En daar staan nu bloemen. Wat edelstenen, daar is mijn ding. En ik heb hier wat servies meegenomen. De vorige keer had ik hier al alle wijnglazen neergezet. En iedere keer als ik hierheen ga, neem ik wat mee. En nu kon mijn din ook weer tillen, dus dat is heel fijn. Dan neem je gewoon allebei wat spulletjes mee. En wij gaan nu weer. Ik ga jou weer thuis afzetten. Ja. Doe ik even de lampen uit. En dan ga ik weer naar Enkhuizen. Goedemorgen, je hoort die afzuiger heel hard. Zo, dit is beter. Hi, goedemorgen. Ik ben wakker geworden hier in het nieuwe huis, zoals je ziet. En ik heb een pakketje binnen gehad en dat wil ik even met je delen. Ik heb namelijk nieuwe geuren binnen van Wild. Ja, dat moet ik natuurlijk nu even laten zien, want ik sta in de badkamer. Dit is het hoesje wat ik op dit moment gebruik. Dat is die met de bijtjes. Ik heb nieuwe geuren binnen van Wild. Het is toch zo jammer dat je niet door de camera heen een geur kunt laten ruiken. Hè? Ik heb hier komkommer. En ik heb iced tea. En ik heb Santorini Sunset. Ook heel lekker. Het ruikt gewoon ook echt naar ijsthee. Ik vind dat zo bijzonder. Hoe dat toch kan? Ja. Ik ga voor komkommer. Mannen kunnen deze deo ook gewoon gebruiken. Het is chia butter, dus dat betekent dat het natuurlijk is. Mijn lichaam moest er in het begin wel eventjes aan wennen. Ja, dat ik niet... Dit is 100% natuurlijk, dus mijn lichaam moest daar in het begin wel heel erg aan wennen.
Kijk, je klikt hem er dus op wat ik net liet zien. En dan draai je hem. Kijk. Even zo smeren. Je zou dat ook gewoon op je lip kunnen doen nu. Kan overal. Nou, en dan. Ideaal. Ik heb trouwens een hele fijne kortingscode. Dus mocht je dit ook willen proberen. Of je gebruikt het al doordat je het een keertje hebt gezien bij mij. En je wil weer een nieuw voorraadje. Check dan eventjes het linkje hieronder. Ze hebben ook andere producten. Dus het is niet alleen dat ze de deodorant hebben. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook shower gel. Lippenbalsem in een hervulbare huls. Echt super mooi en hele fijne geuren. Dus check het vooral even. En ik ga me even verder klaarmaken. Ik ben bij Michel van mijn wenkbrauwen. Hij heeft het nu afgetekend. En dan gaat nu het verfje erop. En dan heb ik straks weer mooie wenkbrauwen. Mijn wenkbrauwen zijn gedaan. En ik ben echt heel moe. Ja, mijn moeder heeft er een hekel aan als ik dat zeg in een vlog. In ieder geval... normaal laat ik me wel eens belemmeren door dat soort dingen. Zit ik niet helemaal lekker erin? Ben ik moe? Is het allemaal te veel? Dan denk ik, nou, dat is niet gezellig. Ik doe die camera niet aan. Maar ik dacht, ik doe dat nu gewoon juist wel. Want dit is gewoon hoe het is. En misschien dat ik dan de camera wel heel lang uitlaat. En dat wil ik helemaal niet. Luister, maat, ik ben moe. Het is allemaal heel veel in mijn koppie. Maar mijn wenkbrauwen zijn gedaan. Oh, echt. Nou, de puisten trekken al iets meer weg door het slakkenslijm. Ik gebruik van dat Koreaanse slakkenslijm. Maar goed. Oh ja, dat wil ik even vertellen. Ik doe wel even zo uit. Ik heb trouwens net mijn Park Mobile uitgezet. Dus ik moet nu wel in de gaten houden dat er niet in één keer zo'n scanner voorbij rijdt. Want dan heb ik een probleem. Ik had de moeder van mijn dinde aan de telefoon. Die had een vraag aan mij laatst. Dus toen zei ze ook van... Nou, Charlotte, ik volg al je vlogs en ik vind het zo leuk. En je neemt me echt helemaal mee in je leven. En ze zegt... ze zei... Ik snap dat je nu wat minder vlogt door alles. Maar ik ben zo benieuwd wat er allemaal weer gaat gebeuren de volgende keer. En toen dacht ik, nou... Ik ook. Geloof me, ik ben ook benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Want er gebeurt gewoon, het gaat allemaal zo snel dat ik echt denk... Maar goed, ik ga eventjes... Sven is nu met Noah en ik ben nu alleen. Hij eet alleen met Noah en ik ga eventjes wat dingetjes... fixen. Dat betekent dat ik nu ga rijden. Ja, dat klinkt allemaal heel wazig en geheimzinnig, maar dat valt allemaal wel mee. En ik zet de auto weer aan, want ik heb nu geen airco aan en dan is het echt loeiheet. Ja, ik ga rijden. Hallo! Het is op dit moment vrijdag. We waren vanochtend in Sprookjes Wonderland. En Noah is nu wakker. We kijken Woezel en Pip. En Sammy is er. Ik dacht... Ik ga weer eventjes wat spullen in een doos. Zo. Pas op voor zijn staart. Ga maar zitten. Oh, jullie... Oh nee! Hij is alweer weg. Nou, je zat heel even samen in de doos. Oh, dat moet ik in de rij zetten. Dan moet jij even zitten. Pas op. Kom maar, Sammy. Kom maar. Okay. Nou, we hebben in ieder geval daarnet een smoothie gemaakt. Zit van alles in. Mama. Ja, wat is er? Kan je in de doos? Ja, je mag in de doos. Goed kijken wat je doet. Vanochtend Sprookjes Wonderland geweest. En ik vroeg net aan jou en Noah. Wil je de auto wassen? Wil je tanken? Wil je naar het nieuwe huis met spullen? En wat wil Noah graag? Een pakwolle. Ja, daar waren we vanochtend. Wil je nu naar de auto wassen? Oh, toch wel? Wil je wel auto wassen? Nee, ja. Wil je naar het nieuwe huis? Oké. Je wil hier, ja. Noah wil heel graag hier blijven. Ik ben staan.
Ik zie het. Ik heb echt al heel veel spullen dus heen en weer gebracht. We zijn er natuurlijk nog lang niet, maar mama, we hebben gelukkig de ruimte tot 11 mama september. Ja. Hij doet niks. Kijk, hij is aan het gapen. Het is natuurlijk voor hem ook niet niks. Hè, zo verhuis. Hou goed vast. Alsjeblieft, hou het goed vast. Goed recht houden. Kijken wat je doet, kijken wat je doet, kijken wat je doet. Dat ging net goed. Ik ga morgen weer naar het nieuwe huis toe, heen en weer. Dus dat betekent dat ik nu eventjes wat spullen in één doos wil doen. En dan neem ik die weer mee. Dus ik zat te denken, ik neem eventjes wat kaarsen mee. En een zoutlamp, want ik heb hier zo'n zoutsteen. Deze is dimbaar, die is vet mooi. Dit is een benda. Dimbaar. 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 Dus ik zat te denken... Dimbaar. Dimbaar. Ik dacht, dan neem ik die eventjes mee. Met nog wat spulletjes in één doos. En dan zijn hier weer wat accessoires weg. Goed idee, hè, Noah? Ja, dat is een goed idee. Dacht ik ook, inderdaad. Welke Harry, welke de papa was. Welke de klaar is. Ik snap je niet helemaal. Iets met een brandweer? Was deze in de doos? Ja. Denk ja, wel. Dat denk ik ook. Ja. Ja, oké. Okay. Die ook? Ik weet het niet. Het zou kunnen. Je mag hem even pakken. Nee, je mag hem niet even pakken. Waarom niet? Het is voor mij. Je mag het proberen van mij. Nee. Anders geef je eerst het glas. Dit. Zal ik die doen? Probeer het maar. Oké. Jij kunt dat. Nee. Niet. Waarom niet? Die is heel klein. Die mag in de doos door de huizen. Past die niet in de doos, denk je? Dat past. Ik wil het proberen. We kunnen het proberen. Kun je hem tillen? Ja, is... Goed zo. Ja, gaat nee, goed. Nee. Ben je bang dat het valt? Ik ben bang dat het valt. Maar dat gaat niet gebeuren. Dat kan jij. Wil je het samen doen? Ja? Oké. Dan gaan we het samen doen. Oké. Klaar voor? Ja. Oké. Gaat het goed? Ja. Wow. Gaat het passen? Moet deze even weg, hè? Ja, die moet alle weg. Ja! Zo. Oh. Ik denk dat het past, maar dat het even eruit moet. Dat het even opnieuw ingedeeld moet worden. Nou, op dit tempo doe ik het hele huis. Maar we doen het samen, hè? High five. Hoppa! Morgen. Ja. Ja, schat. Dit is echt de realiteit. Echt op en top realiteit. Ik doe even zo. Ja. Je weet niet beter van mij dan dat ik gewoon film hoe het is. En dit is hoe het is. Ik heb trouwens een nieuwe ketting. En dat is deze. Mooi, hè? Maar luister. Ik wil even wat dingen zeggen. Ik ben ondertussen een eitje aan het maken. Ik heb mijn vitamine al genomen. En ik eet 2 eitjes. En ik ga douchen. Ik heb Noah net naar de opvang gebracht. Het is maandag. En ik heb de camera al een tijdje niet aangehad. En dat heeft een reden. En ik wil het je even uitleggen. Want... ik heb dat al vaker gezegd. Ik vlog mijn leven. Ik... deel het liefst alles. Echt alles. En, maar dat geldt natuurlijk niet voor de rest van mijn omgeving.
dat ben ik in mijn eentje. Maar op het moment dat er iets is tussen mij en een vriendin, of er is iets aan de hand met een vriendin, dan is het niet prettig dat ik dat vertel en dat dat op het internet gaat. Of als er iets is met een familielid, hoe ga ik dit zeggen? De afgelopen weken, er is iets. Ja, vet irritant. Ik snap dat jij dan nu gaat gokken. Wat is er dan? Zeg het dan. Alleen het ding is, dat kan niet. Ik kan je niet zeggen wat er is. Ik kan je wel zeggen, ik ben oké. Ik ben gezond. Maar er is iets wat zoveel impact heeft op mijn leven. Over 2 weken gaan we verhuizen. Over 2 weken gaan we verhuizen. Ik heb mijn naaste omgeving een voice memo gestuurd. Eergisteren. Je moet ook weten dat er iets is. Ik kan daar geen masker meer voor opzetten. Vroeger kon ik dat. En ik probeerde het ook met de vorige beelden die je net hebt gezien. Maar ik hou dat niet vol. Het kost mij zoveel energie om zo'n masker op te zetten. En doen alsof er niks aan de hand is. Want er is iets aan de hand. Ik ben echt door de afgelopen dagen het... En ondertussen zijn we aan het verhuizen. En mijn moeders die gaan op vakantie. Het is heel, heel veel. En ik heb nog steeds super veel zin om naar Horen te gaan. En ik ben gelukkig ook nog steeds op bepaalde momenten heel blij. Maar de structuur is een beetje weg. Omdat alles anders is. En ik ben ook nog eens heel veel in mijn hoofd bezig. En dat is gewoon, dat is echt heel veel. Mensen noemen dat, daar heb je een heel mooi woord voor. Pionieren. En dat betekent dat je iets doet wat je nog niet gedaan hebt. En als je iets doet wat je nog niet gedaan hebt, kost dat enorm veel energie. En ik zit nu in een fase, er zijn nu weken waarin alles anders is. Het is niet zo dat dinsdag Noah wordt opgehaald om mijn moeder bij de opvang en dat hij daar slaapt. Nee, hij slaapt gewoon hier. Maar ondertussen gebeurt zoveel. Ik kan me voorstellen dat je nog steeds denkt, nou, ik snap er geen ene bal van. Maar dan kan ik in ieder geval mijn emotie uiten. Dan krop ik het niet op. Ik ga douchen. Dit kan niet. Dat snap je ook wel. Dan ga ik naar een bepaald plekje rijden. Waar ik heel vaak edit. En dan ga ik een begin maken aan de vakantievlog. Want ik wil wel dat er op een gegeven moment weer vlogs online gaan komen. Dus vandaag heb ik ervoor gekozen om heel eventjes... Noah is bij de opvang. Sven is op de zaak. Gelukkig, de verhuizing is over 2 weken. Maar we hebben nog tot en met 11 september om het hele huis leeg te halen. Want dan pas is de sleuteloverdracht. Ik heb om hulp gevraagd. Ik heb heel veel hulp aangeboden gekregen. Dus dat komt goed. Daar maak ik me geen zorgen over. En ik ben ook wel heel erg blij dat Kermis Horen eraan komt. Want ik denk dat ik daar ook bepaalde afleiding uit ga halen. Wat ik heel prettig vind. Zodat ik niet constant in mijn hoofd ga zitten. Ik ga koffie zetten en douchen. Zeg maar dat ik niet de enige ben die koffie meeneemt onder de douche. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Ik blijf je gewoon meenemen. Alleen ik ben misschien wat minder vrolijk. Dan weet je dat. Maar that's life. Vertel even in de comments hoe het met jou is. Het is fijn dat de commentsectie onder de video's een veilige plek is om je gevoel te delen. En dat anderen daar weer op kunnen reageren. Want het zijn ook heel vaak dezelfde mensen die daar iets delen. En dat je ook echt iets aan elkaar hebt daar. Dus ja, doe dat vooral. Heel erg bedankt. En dan zie ik je heel graag bij de volgende video. Oh, en ik had vragen gehad over wat zijn nou je uploaddagen. Schat, ik heb even geen idee. Ik weet, normaal gesproken is het altijd dinsdag en of donderdag. Pin me er niet op vast. Ik probeer nog steeds zoveel mogelijk de dinsdag en de donderdag aan te houden. Maar het kan zijn dat er een keer 1 video per week is. Of dat er dan weer even een week een gat in zit. Ik upload nooit op vrijdag, zaterdag, zondag. Dus zet het belletje aan, klik op abonneren. En dan krijg je er in ieder geval een melding van. Dan zie ik je heel gauw weer bij de volgende. Doei!